komt zoveel op ons af. Hè. Alle nieuwe technologieën, alle nieuwe hypewords. En KMO's zeggen ook, ja, wat moet ik daar nu mee doen? Moet ik dat nu allemaal gaan integreren? En allemaal tegelijk of net niet? Wat ons boek en ons seminarie, denk ik, bij Unizo Topseminar gaat doen, is het laten zien hoe je met een heel eenvoudig en makkelijk reproduceerbaar principe of concept op een bijna aangename manier naar je organisatie kan kijken, waardoor het duidelijk moet zijn voor jou waar je prioriteiten liggen. En hoe je die mooi kan structureren, enerzijds, maar hoe je ze ook mooi kan communiceren, anderzijds, in een verhaal wat letterlijk door iedereen in de organisatie makkelijk kan gecapteerd worden. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor een KMO. Handvaten, concepten, het grote kader kunnen schetsen op een hele duidelijke en begrijpelijke manier. En eigenlijk is een organisatie ook vaak onderdacht beginnen met een veranderingstraject. Omdat het snel moet, leidt meestal tot chaos. En dat is ook wat je vaak ziet dan een jaar later na het project. Dat er weinig echt is veranderd, behalve het feit dat de chaos enorm is toegenomen. Kijk, het feit dat je het vandaag merkt en morgen moet het anders zijn, dan durf ik zeggen, hoe komt dat je het pas vandaag merkt? Hè? Want eigenlijk vandaag heb je niet veel reden, niet meer om te zeggen, goh, ik heb het niet zien aankomen. Dus eigenlijk is er al een eerste element van, hoe komt het dat je te weinig contact hebt met de markt en dat het dan plotseling snel moet gaan? Anticiperen is belangrijk voor een KMO.